Ja, je ziet daar zo'n eenzame boom staan. De rest eromheen is allemaal weggekapt. Hier heb je een fietspad. Daarachter heb je onze beukenboom. Maar wie weet hoe deze grondplanten heten die hier staan. Het gaat dus om dat dingetje wat je nu midden in beeld ziet. Daar gaat het dus om. Wie weet de naam daarvan? Ik ben heel benieuwd of jullie het weten. Wij moeten nog dit hele lange pad aflopen. En dan gaan we eens eventjes kijken waar we dan uitkomen. Want je ziet het, hier staat helemaal niks. Het is echt op een bepaalde plek. Dus wie weet de naam van die grondplanten, zal ik maar zeggen. Of blaadjes. Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. En je ziet het heel duidelijk dat volgens mij dit ook een beukenboom is, of niet? Nee, waarschijnlijk niet. Heel erg apart. Het is nu op dit moment 9,3 graden. En het is de 12e maand van 2017. En het is vandaag behoorlijk warm. Een paar dagen geleden hadden we om en om het vriespunt. En nu is het ineens bijna 10 graden. 9,3. Heel erg apart. Opeens zo'n temperatuursverschil. Ja, waar je ook kijkt, ik kan ze niet meer vinden. Ze staan echt alleen op die ene plek. Ze zijn hier wel ontzettend bezig met boswerkzaamheden. Ze zijn allemaal van dit soort dingen aan het creëren hier in het bos. En je ziet het ook heel duidelijk. Het is één drassige zooi in het bos. Zie je dat? Daar hebben wij zo straks doorheen moeten lopen. Want we komen eigenlijk vanaf dat pad rechts wat je nu ziet. Daar komen we vandaan. En toen zijn we hier het bos uitgelopen om even te kijken bij onze beukenboom. En nu gaan we dit pad weer teruglopen richting waterzuivering van Zeddam. En dan gaan we eventjes kijken wat we vanavond nog kunnen doen. Even inkopen doen in Duitsland. Nog wat flesjes inleveren. Kijk, dit soort dingen hebben ze gecreëerd. En ik was hier laatst ook doorheen aan het lopen van de zomer. Maar je ziet het nu al, het begint nu al weer aardig dicht te worden. Kijk, en dit soort dicht bos, dat daar, dat heb je in het Schwarzwald in Duitsland alleen maar.